Deze nieuwsuitzending is actueel, dus echt nieuws. En we gaan het hebben over de aanstaande verkiezingen. Daar heb ik al wat uitzendingen over gehouden, maar we moeten opschieten, want het is nu 15 mei. En over acht dagen, ja, dan gaan we er allemaal aan. Dan is het 23 mei 2019 en dan moet er gestemd gaan worden. In mijn, voor, in mijn laatste uitzending over uh, 23 mei, het circus, heb ik een stemadvies afgegeven. En de mensen gevraagd om FVD, CQ PVV te stemmen. En de reden erachter was dat ik het idee van de FVD en de PVV. En het schijnt ook dat de SP ook al een beetje mee wil doen. Maar de SP is voor verplichte vaccinatie en dat vind ik eng. Dat is een beetje toch een beetje dokter Mengele-achtige praktijken. Dus de SP, wat mij betreft, die is een enge partij. Weet je? De, de VVD is ook voor verplichte vaccinatie. Dus daarom heet die partij ook de Volkspartij voor Vaccinatie onder dwang. Dus de Volksvee van Volk. De, de V van vaccinatie en dan de D van dwang. De volkspartij voor vaccinatie onder dwang. Dus echt, uh, ja, dat zijn allemaal doktermengelende partijen. en dan moet je, Daar zou ik niet op stemmen. Dat is echt te erg. Dat, is, uh, ja, dat, dat kan je je kleinkinderen niet verkopen. Ja, papa is eigenlijk... Uh, en mama ook hoor. Wij hebben gestemd voor uh, de doktermengelende partij. Wij zijn voor verplichte vaccinatie. Het, uh, want uh, kind, uh, ja even weten dat die vaccins, die worden dus niet uh, degelijk getest. En ook is het zo als er wat misgaat met vaccins, dat de farmaceutische industrie daar niet kan worden voor aangeklaagd. Want die zijn vrijgesteld van wetsvervolging. En waarom dat verzonnen is, ja, dat weet papa niet, want papa is net zo dom als mama. En allebei uh, studeren wij voor diploma achtereind van een varkku. <laughs> Hoe <laughs> nou, meer erover nadenkt, denk ik ook oh, erg man. Maar goed, de, de PVV heb ik dat soort doktermengelachtige praktijkideeën nog niet horen uiten en de FVD ook niet. Maar de SP dus wel en de VVD ook. Dus, ja. nou, ik heb gezegd: stemadvies PVV en FVD omdat die partijen dan willen dat het hele gedoe met Europa ophoudt. Ja, en dat vind ik dus een geweldig goed idee. Ik ben wel van mening dat de FVD en de PVV, die worden geduld omdat ze voeren dan oppositie tegen Europa. Maar dat is een oppositie van, nou, dat is niet al te erg hè? En dan gaat die Thierry Baudet die gaat weer vieze boekjes schrijven over het orgasme van de vrouw. En dan gaat Geert Wilders zich weer te buiten aan het beledigen van hele bevolkingsgroepen. En dan gaat iedereen toch weer CDA stemmen en dan is alles weer terug bij het oude. Dus dat is verhaal scenario nummer één. Nou, scenario nummer twee is dat ze daadwerkelijk met z'n tweeën de grootste partij worden... En dat ze dus de PVV en de FVD, dat ze 80 zetels krijgen bij de Tweede Kamerverkiezingen. Niet bij het Europarlement toestand, maar dan in de Kamer. Hè. En dan we er, nou, zouden we eruit moeten stappen. Maar dat gebeurt dus niet. Punt 1. Die twee partijen krijgen niet een dermate meerderheid. En het volgende punt is dat. Ja, als ze die meerderheid wel zouden krijgen, dan verzinnen ze wel een smoes. Uh, om het dan ja, toch maar een beetje wel in de EU te blijven. Want anders, uh, ja. Ja, het is zo zielig anders voor de Belgen. <laughs> oh, 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 oh. Nee. Hoe meer ik erover nadenk. Ja, ik heb dat stemadvies gegeven. van als je dan toch wil gaan stemmen. En nou, het is ook wel gezellig om te gaan stemmen. En uh, je bent toch even onder de mensen. En. Ja. Nou, en je hebt toch een hele mooie brief gekregen. met je naam erop. en je burgerservice nummer. En. Uh, ja. Ik heb het ook gehad. Maar, ja. ja, die van mij ligt al in de vadersbak. Ze zeggen nou in de vuilnisbak, die ligt al. Uh, die, die is er helemaal niet meer. Die is al bij de verbrandingsoven. Van, uh, wat zit dat ding? Duiven of zo? Westervoort? Duiven, dacht ik. Nee, dit is al uh, as tot as. Stof tot stof. Uh. Ik doe het niet. Uh. Mijn dochter was afgelopen zaterdag hier. En uh, mijn dochter heeft hier stemrecht. Bijvoorbeeld. Als antwoord op de vraag, wat wil je eten? Dan heeft zij een stemrecht van, van ik weet niet hoeveel bits. Een bit is de kleinste eenheid van informatie. Dus de eerste is natuurlijk, uh, wil je eten, ja of nee? Dat is één bit, nul of één. Uh, ik wil wel eten. Nou, de tweede was, uh, wil je een toetje? Maar uh, ze wilde geen toetje, nou wel twee bits. Ze zei, ja, wat wil je, wil je er wat bij drinken? Ze dus zei ja. Nou, daar heb je een hele partij bits, want wat weer je erbij drinken? Mango sap, sinaasappelsap, uh, rooibos thee, uh, sterrenmunt thee, uh, ja, whisky en zo. Dat hoeven we allemaal niet te vragen, want dat drinken ze allemaal niet. Ze drinken geen alcohol. Nou ja, koffie bij het eten, maar ja, misschien naar achteraf, maar dat wil ze allemaal niet. Nee, zei ik wil water nou, dat is even weer zoveel bits hè, waar ze voor had kunnen stemmen. Dat is uitgezegd mango sap, mango sap gekregen. Witte thee, rooibos thee, zeg het maar. Zwarte thee vindt ze niet zo heel lekker. Ja, daar hebben we het nog niet eens gehad over wat er dan gegeten moet worden. Nou, mevrouw die wilde wel tortilla. Ja, wat moet er dan in? Want tortilla, dat werkt met aardappels, uien. Lekker bakken, bakken, bakken. Olijfolie, frituren, dingen. Oh, lekker, man. Ja, dan moet je nog wat meebakken. Dus wat, wat wil je er allemaal in? Dan kan je van alles ingooien wat je maar wil. Hè? Tortilla betekent taartje. Dat is Spaanse. Een torte is een taart. En een tortilla is een taartje. Dat is een hartig taartje. Nou, oh, daar wil ik wel dit in, daar wil ik wel dat in. Ja, een partij Bits, jongen. In totaal hebben ze misschien wel uh, 1024 Bits mogen stemmen voor een avondmaaltijd. Hoe ze had kunnen zeggen, want ik wil wel een toetje. Nou, ik vraag, ja, wat voor een toetje dan? Jochat, met slagroom, is het lekker hoor. Hij zou kunnen zeggen: ja, ik wil kwark met vruchten. Dat is ook goed. Dus zeg maar. Ik heb als grapje nog verzonnen dat ik toch een toetje had geregeld. Terwijl ze geen toetje wilde. En dat toetje was uh, verse sinaasappelsap. Vers geperst. Dus dan krijg je toch nog een beetje vitamine C binnen. Nou, toen moest ze lachen. Heeft ze nog anderhalf glas van opgedronken. Was dus kinder toch wel lekker. Als toetje. Kijk, dat is stemrecht. Voor één keertje eten. Ja. En zo zou ik ook al willen stemmen. Huh? Uh, wil je EU? Dan zeg ik nee. <laughs> Klaar. Ja, ik heb dat niet nodig hoor. Ja. Ik zou niet weten waar ik de EU voor nodig heb dus mijn dochter zo over ja maar we moeten wel een EU want uh, ze heeft dan een contactlens en die komen uit Engeland en als Engeland niet in de EU zou zitten dan zou dat de levertijd van de contactlensen met drie maanden vertragen oh denk ik nou dan zie ik wel een mooie business voor mezelf ga ik wel eventjes uh, met uh, de we hebben een autootje even in Engeland. Uh, dan haal ik even contactlensen. Dat doe ik elke vrijdag dan. He? Wat weegt een contactlens nou? Hup, uh, kofferbak vol met contactlensen. Nou, dan doe ik dat wel. Uh, Leven uh, binnen een week. Doel bestellen. Trouwens, uh, ja, dat kan toch tegenwoordig met TNT? Ja, nee, maar als de, de Britten niet in de EU zitten, dan gaan ze heel moeilijk doen over het invoeren van contactlensen. Dus dan laat ik dan mijn stem op. GroenLinks gaat ze stemmen. Ja, want dan komen contactlensen tenminste nog op tijd. Dus ik denk, ja, dat is even het paard achter, het wagenspan, achter de wagenspannen, hè? Want daar was het toch niet van bedoeld. Wat dat nou weer... De EU is dan zo, ja we doen alleen maar handel met de landen binnen de EU. En als je van buiten de EU bent, dan gaat alles, wordt alles een drie maanden lang in depot gehouden. Zodat ze, ja, dat, ze... dat is gewoon gemeen. Ik ben niet voor het oproepen van tot geweld, helemaal niet. Ik zal het hartstikke zielig vinden als al die mensen die meewerken aan die schandalen, dat die uh, ja, een, ja, een gewelddadig einde vinden. Zoals Pim Fortuyn. Ja, dat zou ik heel zielig vinden. Vooral voor die families. Het zou wel een hele hoop schelen, natuurlijk. Van Pim Fortuyn had ik niet zoveel last. En die hebben ze, ook, die hebben ze doodgeschoten. En dat was niet Volker van de Graaf, by the way. Moet je dat boek maar lezen van Ine Veen? Moord namens de kroon. Ja, maar Ine Veen was een danseres en uh, hoe kan een danseres nou schrijven? Ja. Professor Bob Smalhout heeft er uh, zeer lovend over gesproken, over dat boek. En Bob Smalhout, dat was een columnist, of is een columnist voor de Telegraaf. Op het gebied van misdaad en misdrijven en zo. Ja, die vond het een goed boek, dus wat zeur je over. Nee, de EU, wij hebben het voor nodig. Het is alleen maar een geldverslindend apparaat. En wat doen ze nou? Hebt, ik heb er helemaal geen donder aan. Jij wel? Het enige wat ik weet is dat de EU een hele hoop geld kost. Dat meer dan je denkt, hoor. Ik heb een uitzending gemaakt waarin ik de, de begroting van de EU van 2017 eventjes ben gaan fileren. Van wat betalen we? waarvan betalen we dat? En waar gaat die poen naartoe? Zou ik net hebben. Je slaat stijl achterover. Wist je bijvoorbeeld. Dat vind ik een van de allerleukste. Ik pak hem er even bij: Bureaubladnieuws. Ik heb die spreadsheet bewaard. Dat is een werk die spreadsheet te maken. Kijk, er is zo'n geintje Met de, dat het Verenigd Koninkrijk. Dus Engeland en al die wat erbij hoort. England, Wales, Scotland, Ireland. Nee, niet, niet Ierland natuurlijk. Ja, die krijgen een korting. Ja. Die korting die bedraagt uh, 5 miljard euro per jaar. Nou, dan moeten die andere landen moeten die, moeten dat gaan extra ophoesten. Ja. Waarom eigenlijk? Maar, maar goed, de andere landen moeten dan gaan betalen, want het Verenigd Koninkrijk krijgt korting. Ja, ja. Dus, je ziet voor je dat, dat je dat flikt als uh, VD? Dat, ja, dat, dat, dat je bij de Albert Heijn, dat de mensen die bonus krijgen. Dan ja, moeten de andere mensen moeten wel uh, gaan betalen. Dus als je geen bonuskaart hebt, moet je extra betalen voor de. Nou, in zekere zin is dat dan zo, maar ja, Duitsland moet bijvoorbeeld 325 miljoen per jaar betalen om ervoor uh, te zorgen dat het Verenigd Koninkrijk 5 miljard korting kan krijgen. Maar als je naar al die bedragen die bijbetaald moeten worden. Vergelijkt met de korting die uh, het Verenigd Koninkrijk krijgt. Dan blijft daar 103 miljoen euro over. Nou, snap je hem nog? Dus Engeland die krijgt een korting van 5 miljard euro. En de andere landen moeten dan uh, 5,1 miljard euro betalen. Dus de andere landen moeten 5,1 miljard euro betalen, want het Verenigd Koninkrijk krijgt 5 miljard euro korting. En waar blijft dan die 0,1 miljard euro? Nou, dat is omdat het Verenigd Koninkrijk die krijgt 5 miljard euro korting. En dan moeten de andere landen moeten dat ophoesten en die betalen dan 5,1 miljard. Ja, maar waar blijft die 100 miljoen euro dan? Nou, dat is voor de korting van het Verenigd Koninkrijk. Ja, maar die hebben ze al gekregen. Die hebben die 5 miljard gekregen, die korting. Ja, precies. En daar moeten we anderen landen. <laughs> het staat op het internet. Hè? Alleen het is niet te vinden. Als jullie naar die website gaan, eu parol of zo. Europa.eu en dat kan je het allemaal vinden. Daar staat dit. Je kan die gegevens zo afplukken. Maar dan moet je ze wel in een spreadsheet zetten. En daar ben je een paar uur mee bezig hoor. Zeker als je de rest eventjes uitrekent. En dan kan je ook uitrekenen dat. Uh, de EU die, die geeft dus 2 miljard uit aan uh, burgerschap, vrijheid, veiligheid en justitie. Ja, kom op, man. En een ambtenaar kost ons, een EU-ambtenaar, kost ons 345.000 euro per jaar. Eén ambtenaar. En we hebben er 40.000 van die maloten. Ja, zoals ik wil stemmen, zou ik zeggen: kappen met die EU en wel per onmiddellijk. Ja, niet dat die gebouwen kapot hoeven. Je hoeft ze allemaal niet te 9-11, hè, of zo. Al die gebouwen. Tot... Nee, helemaal niet. Het is alleen maar extra duur. Gewoon niet meer betalen. Uh, wij uh, betalen. We kijken in Nederland, wij betalen 3,5 miljard euro per jaar. Dus per, uh, per kostwinner, per werker, per mensen die echt wat doen, uh, dat is even meer dan uh, 450 euro per jaar. Dat is al gauw. Uh, ja, deel het even door 12. 38 euro in de maand. Ja. Uh, dan kan je toch ook je vriendin van mee het eten nemen. Elke maand. Nou, niet bij een klasserestaurant, maar uh, hierbij, uh, weet ik veel. Uh, je hebt zo'n heel leuk dingetje. Dat heet uh, de Dingesbar Cleopatra. Daar hebben ze een ongelooflijk lekkere falafel. Nou, dan uh, 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 neem je 38 euro mee. Maar ja, je vriendin echt met een bol buikje de deur uit. Ze verkopen er alleen geen wijn. Maar wel hele verse cola hoor. En hartstikke heelal. Je kan er je Netflix-abonnement van betalen. Daar hou je nog een hele hoop over. Dus sterker nog, je, je hebt een Netflix-abonnement. en je, je bestelt gewoon een paar pizza's. Uh, Kijk, een paar keer in de maand heb jij een Netflix-feestje voor die 38 euro. Oh, hoe kom je zo rijk? Nou, we zijn uit de EU gestapt. We betalen gewoon niet meer. How hard can it be? Een of andere Nederlandse ambtenaar die zit op knoppen te drukken van, uh, op een toetsenbord. En dan zo: betalen, penu, kiek. Gewoon niet meer doen. Gewoon die man arresteren, handen achter zijn rug, handboeien eromheen. Alles inleveren, die hebben ook allemaal pinpasjes en zo'n bliepapparaatje. Alles confisceren, hup, inpikken. Er wordt geen cent meer betaald aan Brussel. Helemaal niks meer. Gewoon afgelopen met die onzin. Hoezo zouden wij betalen voor een niet bestaand product? Oh, Perry, maar nu zie je het heel negatief hoor. Want uh, ja, de, kijk, de EU is een heel belangrijk orgaan. Uh, ja, want als EU gaan we samen sterker staan. Gaat het is er vecht. Dat is helemaal niet waar. Wij als Nederland, wij zijn de op twee na grootste exporteur van agrarische meuk. Landbouw, veeteelt. Twee na grootste ter wereld. Uh, hoezo moeten wij aan de hand lopen van een Europese Unie met een stelletje ambtenaren die gaan bepalen uh, hoe krom een komkommer mag zijn die gekweekt wordt in het Westland? Nou, die komkommer is te krom, dat mag geen komkommer meer heten. Ga er weer. Nee, dat, dat, hoe je meer je erover nadenkt, hoe sneller we gewoon, gewoon meer kappen. Hoe sneller we weg moeten uit die EU, uit die onzin. Je kijkt, als we 5 miljard per jaar... Het zei ik nou, nee, dat, nee zoveel is niet. 3,5 miljard per jaar, dat is een leuk bedrag hoor. Dat blijft lekker in Nederland. Wat denk je dat er hier gebeurt met de economie? Nu gaat het 3,5 miljard per jaar naar het buitenland toe. Heb ik, dit is alles ik, ik heb er alles van afgetrokken. Hè? Want de, de totale bijdrage van Nederland aan de EU is 6 miljard euro. En dan krijgen wij 2,5 miljard euro van terug. Het kost vervolgens nog een godsvermogen, iets van 100 miljoen euro aan administratiekosten. Die ben je ook kwijt. Hey, zo, daar verdwijnt al het geld aan. Ja. En ik zou zeggen, dat geld houden we lekker zelf. Wij als Nederlanders zijn prima in staat om onze eigen wetten en regels op te stellen. Daar hebben we helemaal geen uh, Frans sprekende um, idioten voor nodig. Want dat is ook nog een keer zo. Als je geen Frans spreekt, dan kan je in Brussel, kan je net lekker shaken, jongen. Uh, bah oui, bah non, eh. Oeh là, là c'est le métro qui passe, eh. Ja, eh, depressie, eh? hè? Eh, ik garçon, depressie. Ga er de weg met je stomme Frans. Wat dat ze Frans een taal noemen? Heb ik ook nooit begrepen. La femme et lomme. La la la. <laughs> Ik vind Frans een verschrikkelijke taal. Vroeger in Nederland er was een, een ouder wat zij tegen een kind, en zo'n kind was dan Oost-Indisch doof. Hè? En, uh, ik heb het volgens mij niet gehoord. We zouden van, Hé, wat is, zeg je nou? En zo. Dan zei zo'n ouder tegen dat kind: Ik spreek toch geen Frans. Of wel. Als je dat te horen kreeg als kind. En dan wist je dat je in de gevarenzone zat. Spreekt er geen vraag of zo? Nee, de EU uh, kappen met die handel. En dan zitten ze geld te geven aan landen zoals Luxemburg krijgt geld. <laughs> Niet zoveel hoor, maar. Maar krijg krijgen geld. En de topscorer is Litouwen. In Litouwen krijgt een inwoner. Dus bejaarden, baby's, baasklanten. Zeg maar elke inwoner van Litouwen. Daar hebben ze er 3 miljoen van. Krijgt PP 413 euro per jaar. Waarom? Wat hebben die Litouwers ooit voor ons gedaan? W wanneer komt die poen terug? In Griekenland daar krijgt een inwoner van Griekenland 340 euro per jaar. Ja, niet direct in zijn portemonnee natuurlijk. Nee, dat wordt overgeboekt naar de algemene rekening van Griekenland. Je gaan ervan uitgaan dat de afzonderlijke Griek of de afzonderlijke Litouweren een is of zo. Ik weet niet eens hoe een inwoner van Litouwen heet. Een Litouweriaan of zo? Ja, die krijgen dat niet op de bankrekening. Nee, dat blijft ergens hangen. Maar per persoon wordt het wel even overgeboekt. Hongarije, idem dito, 300 euro. PP. Estland, idem dito. Portugal, idem dito. Letland zit voor 200 en. Even kijken, Portugal zit. Estland zit op 300 pp. Portugal 231. Letland 227. Tsjechië 216. Polen 215. Bulgarije 197. Wat hebben wij te maken met al die landen? Waarom krijgen die inwoners van Bulgarije van ons geld 197 euro in, de, in het jaar? Ja, wie is er hier nog gek? Ik was laatst aan het pinnen. En er stond een vent bij de pinautomaat. Die stond er gewoon rond te hangen, en uh, ik had al in de gaten van, uh, dat, dat het geen uh, Nederlander was. En ik zei wat tegen hem van, uh, op zijn Engelse. Van iets in de zin van: uh, is deze pinautomaat kapot of zo? Want ja, waarom staat er iemand te hangen naast een pinautomaat? En hij zei: Ja, ik, uh, ik spreek geen Nederlands of Engels, want ik ben uit Bulgarije. Ja, ja. Wat doet een Bulgaar naast een pinautomaat? Oude vrouwtjes beroven. Terwijl ze per jaar. In, als ze gewoon in Bulgarije blijven zitten. krijgen ze er ook 200 euro van ons. PP. hoeven ze er niet hier in Nederland te komen zitten. Nou, er zijn er ook Bulgaren. die runnen een nachtwinkel. Nou, die wil ik nergens van betichten. Daar heb ik in mijn suipperiode. zeer veel bier van gescoord. Hele aardige mensen. En zo heel duur was dat bier nou ook weer niet hoor. Het was maar twee keer zo duur als bij de Albert Heijn. Nee, tweeënhalf keer zo duur als bij de Albert Heijn. Maar er is het ook een nachtwinkel voor. Het was alleen in noodgevallen dat ik daar dan... Uh... Jezus, daar heb ik veel geslopen zeg. Ja, dan ging ik smiddags om, nou, smiddags om half twaalf of zo... Heel dorstig bij de supermarkt voor de eerste ronde, de drie halve liters. En dan om een uurtje of half zeven dan had ik weer ze, Ik heb een beetje dorst, ik heb een beetje dorst, Biert. Nou, en dan naar, naar de andere supermarkt, anders valt het zo op. En dan weer drie van die halve liters. En dan om één uur s'nachts of zo, dan had ik Marco aan de lijn. En dan Marco, die was ook al hartstikke dronken en stoot. En dan zouden we even een belangrijke nieuwsuitzending gaan maken. En dan heb ik heel beteuterd naar mijn bier gekeken. Ja, maar mijn bier is op. Hou ze maar, ik koop mijn bieren zo op. Cool. Dan even naar de nachtwinkel. Ongelooflijk. Kijk, ik was bezopen. Maar dit is ook bezopen. Maar waarom krijgt een Luxemburger van de EU 36 euro per jaar? Dat is een van de rijkste landen uit de regio. Hier dan, hè? En de benzineman, dat is daar uh, 30 cent voor een liter of zo. Hij is overdreven natuurlijk, maar bij wijze van spreken. Stond er erg van te kijken. Jeetje, wat goedkoop tanken daar, zeg. Wat hebben wij te maken met al die landen? En de landen die wij dan kennen, zoals België, Nederland, Zweden, Duitsland, Denemarken, Oostenrijk, Engeland, Italië, Frankrijk, Ierland, Finland. Ja, wij betalen allemaal. En al onze vriendjes, die lopen allemaal netto te betalen. En al die poen die verdwijnt naar een stelletje. Ja, vreemdelingen. Wat heb ik nou te maken met Litouwen? Ja, maar Litouwen is echt heel zielig hoor. De hele zielige mensen. Ja, we beginnen hier op 555. Ja. Nee, dit wordt even verplicht van ons ingepikt. En die poen wordt doorgeslaagd naar Litouwen. Terwijl er dus aan de, aan de stok van uh, de Europese Unie. Daar blijft een bedrag hangen, jongen. Ja, ze, ze pikken dus die poen van ons in. En. Uh... Daar houden ze eventjes 14 miljard euro in de eigen pocket, hè? Ja. Zo kom je aan het bedrag van 345.000 euro per ambtenaar. 14.000, nee, ja, 14.000 miljoen, 14 miljard gedeeld door 40.000 is 345.000. Hoppakee. Per jaar. Het diefstal is dit. En dat wij dit vrijwillig betalen, dat duidt op een ernstige vorm van korszakhof, zeker seniliteit. De Nederlandse burger is uh, vergeten hoe het was in de dagen van uh, Willem van Oranje. Die zei: uh, die, die Spanjolen van de paus gewoon eruit timmeren. Dat hielp. Er dus, uh, werkt een man hier in Arnhem. Ik zal niet vertellen in welk café die werkt. Want het is best een leuk café namelijk. En ik, ik stond aan de bar in de tijd dat ik nog alcohol dronk en daarvoor betaalde. En ik stond even stil bij wat ik dan betaal, wat dat glas wijn zeg maar kost. Dan heb je de kostprijs van die wijn. Nou, wat ze daar verkopen is niet kwaliteitswijn. Dat is een soort accijn, maar dan rood. En het, lijkt dan, ja, het wordt verkocht als wijn, dus dat zal dan wel. Er zit ook in zo'n fles met zo'n zo kurk. Nou, zo'n fles kost... In, ja, die, die kosten van die wijn, dat, is echt, dat slaat helemaal nergens op. Dat is helemaal niks. Nou, dan moet die kroeg moet er ook wat aan verdienen. Nou, dan knal er even 60% bovenop... Geen enkel probleem. Oh, je krijgt er een glas bij, het glas moet gespoeld worden en er wordt een muziekje gedraaid. Nou, dus, uh... Wat zullen we zeggen? Nou, ja, de inkoopprijzen zo, is dat glas wijn 30 cent. Nou, dan knallen we daar een euro bovenop en heb je 1,30 euro. Dat vind ik het mooi geweest. Dan is het product eventjes uh, vier keer over de kop gegaan. Nee, en wat betaal je ervoor? 2,50 euro. Ja, waar, gaat die... waar is dat voor nodig? Ja, dat gaat naar de EU-man. Een deel daarvan dan, hè? Niet allemaal, niet alle poen. Maar... Ja, ik ben dan iemand, die ik werk voor mijn poen. In die tijd dat ik nog dan werkte. Dan, hè? Ik ben momenteel van strategie veranderd. Maar... Kijk hoe dat euh, <laughs> afloopt. <laughs> en dan zei die baarman. Oh, oh. zet jij de kanker op de EU? Nou, dan rot je maar op uit de, Europe uit de Europese Unie. Ja, dan moest ik maar gaan verhuizen volgens die man. Nou, ik heb liever dat die man... Uh... Ja, daar staan we een stuk van Nederland af. Dat mag voor mij een heel mooi stuk zijn. En iedereen die van de EU houdt... en die houdt van die uh, gecentraliseerde machtsorganisaties... Uh, die krijgt allemaal uh, gratis het boek Das Kapital van Karl Marx. Uh, geen enkel probleem, pdf pdfje dan. Hè? Uh, uh, dat kunnen ze zo downloaden... en dan mogen ze de hele dag Karl Marx gaan lezen... En uh, ja, dan gaan ze allemaal katholiek worden natuurlijk. Hè? Want katholiek betekent universeel. Allemaal lekker katholiek, communistisch. Uh, en offeren maar een mooi stuk op. Desnoods Gelderland. Ja, zo ben ik dan ook wel weer. Hè? Dan ga ik wel verhuizen. Dan ga ik wel naar Brabant. Of Groningen. Of naar een van de eilanden. Maar dan weg uit de EU. En dan Gelderland, dat wordt helemaal EU, en die mogen zich helemaal blauw gaan betalen. Nou, en de Belgen doen precies hetzelfde, die hebben ook wel een stukje over, want ze zeggen, nou is best mooi, bijvoorbeeld heel Brussel. Hoppakee, dat wordt allemaal EU-lovers, en allemaal Karl Marx lezen, en dan hebben we verplicht vaccineren natuurlijk, van, oh ik durf niet, ik durf niet. En dan komt de vaccinatiepolitie, en die grijpt je kind beter in spuiten met ongeteste rotzooi. Nou, gewoon een staat der debielen. Sterft vanzelf uit. Toen Bill Gates, de grote vaccineerder van Afrika, die heeft netjes gezegd tijdens een interview. Ja, ik ben daar bezig met mijn organisatie om daar uh, allerlei kleine negerkindjes uh, in te laten spuiten met de totaal ongeteste rotzooi. Om uh, ja, de groei van de Afrikaanse bevolking een beetje in, uh, ja, in toom te houden. Ja, ja, natuurlijk. Dus uh, lekker, uh, gaan jullie maar lekker stemmen op de SP met de verplichte vaccinatie. Dan doe je lekker met Bill Gates mee. En dan ben je dus uh, ja, actief bezig om ervoor te zorgen... dat op een passieve manier uh, er geen kinderen meer komen. Nee. Want Bill Gates weet hoe die vaccins werken. He? En later heeft Bill Gates gezegd van... Ja, je moet mijn woorden die je dan zeggen, moet je niet zo letterlijk nemen, hoor. Ik, uh, ik zei dat ook maar. En, uh, ja, ik, ik zei het. Ik heb het wel gezegd, hoor... Ja, moet je niet gaan denken dat ik zei dat uh, vaccins uh, leiden tot... Uh, uh, tot uh, ja, dat het tegen de overbevolking is. Want uh, ja, kijk, dat, dat heb ik wel gezegd natuurlijk. Maar als je dan mijn woorden letterlijk gaat nemen, naar wat ik letterlijk heb gezegd. en je gaat daar de conclusie aan verbinden. dat uh, ik gezegd heb dat vaccins, uh, vaccinatieprogramma's. leiden tot uh, minder kinderen. Dat, uh, ja, dan, dan vind ik wel dat je de boel uit de context uh, trekt. Want ik heb er alleen maar gezegd dat vaccins. zo'n vaccinatieprogramma. zoals mijn organisatie. Van, uh, met, met, samen met mevrouw Melinda. Um, uh, Bill en Melinda Gates Foundation. en wat wij dan doen. ja, dat leidt tot minder kinderen. Dat heb ik gezegd. Maar om nou te gaan zeggen. dat ik dat gezegd heb. in de zin dat ik dat echt zei. dan, uh, ja, dan haal ik het wel uit de context. Ja, leer mij een leugenaar te herkennen. Hé? Yeah. Ah, goed, als je. misschien een woord onderscheid maken. we maken gewoon gebieden. Die, dan mag iedereen die dat soort dingen denkt. Uh, ja, voor mij wordt. Uh, dat ze daar beginnen aan zelfvaccinatie. Dat je in de supermarkt... Dan kop je gewoon vijf, zes, zeven, acht... Of gewoon zo'n groot verpakking waarvan die spuiten. En dan zo'n zo, zo tekening erbij, alle Ikea. En dan moet je even zo uit de verpakking halen. Hier openen en dan huppakee in de bovenarm steken van je kleine gut. En dan huppakee erin spuiten. Ja. Waarom niet? Dan een spuitje extra. Je, to, ja, je kan wel één keer injecteren voor de griepprik, maar ik zou ook die griepprik van vorig jaar, want die kan ook nog effectief zijn. Dat, uh, nou, weet ik wel, dat, drie grieppikken, elke maand een griepprik. Als mensen dat willen, hè, joh. En uh, een ding erbij met een bijsluiter over bijwerkingen, ja, dat hoeft toch niet, want al die mensen geloven in het niet. Ik kind van iemand, en die heeft dan, vroeger heeft hij de mazelen gehad, heeft hij prima overleefd. Maar hij denkt eraan terug als een van de zwartste perioden uit zijn jeugd. En is er helemaal voor dat de kinderen dan, de kinderen van nu die worden allemaal geïnjecteerd. Nou, nou, ik heb hem laten zien dat uh, Robert de Niro, weet je wel. Robert de Niro's waiting, speaking Italian. Daar begon hij ook gelijk te zingen. Oh die, ik zie ja die. Ja, en die heeft een zoon en die is helemaal uh, wakko wakko, hè. En die uh, symptomen, die traden op uh, uren na de vaccinatie. Uh, maar dat is maar één geval. Ja. Natuurlijk. En als je dan komt met nog meer uh, voorbeelden. Ja, maar dat uh, ja, zijn voorbeelden. En uh, waar wonen al die mensen? Natuurlijk, ja. Tuurlijk, ja. Een land vol uh, voor de stupide lui, dat zou ik zeggen. En dan noemen we dat. Uh, ja, dan moet je een nieuwe. Dan moet het een EU heten, natuurlijk. Dus een EU-provincie. Dan moeten we een stuk van Nederland aanwijzen als EU-provincie. En daar mag je naartoe. En daar mag je lekker gaan betalen. En je kind laten vaccineren. En verplicht naar het onderwijs. En al die andere dingen. En hebben ze, ja, het wordt wel weer redelijk duur natuurlijk. Maar ja, die mensen willen dat zo graag. En ja, dan moet je daar maar wat uh, hè, voor over hebben. Nou, die mensen in Litouwen, die krijgen al dat geld natuurlijk nog steeds. Dus dan ga je gewoon lekker voor die ga je werken. En die Grieken natuurlijk. Doe je dat toch lekker? zijn we gelijk van al die dingen af... hoeven wij ook niet meer te stemmen op de Europese Unie. Ik wil maar één stem... van mijn één bid... ja of nee. Ik zeg nee. Klaar. Stoppen met geld betalen... aan die idioterie. En ook een hoop schelen... want de kosten die hier niet in staan... dat zijn de kosten van onze eigen ambtenaren... die zich moeten houden... aan allerlei nieuwe regels... Van uh, Brussel. En die regels moeten gaan bestuderen. en uh, maatregelen door gaan voeren. Uh, noem het maar op. Door in 1996 is daar een. of zo, in de de jaren. 90 van de vorige eeuw. is er een zesde richtlijn gekomen. voor de BTW-verrekening. Wat denk je dat dat gekost heeft? Ja. Behalve dat het klanten van mij business heeft gekost, omdat er dus mensen, bedrijven, klanten van mijn klant binnen Europa die zeiden ja met deze nieuwe regelgeving heeft het ons geen zin meer om Nederlandse producten af te nemen. Ja, so much eh? voor eh, het stimuleren van de Europese handel door de Europese Unie, want zij, de Europese Unie, heeft mijn klant destijds schade toegebracht. Omdat Duitse afnemers zeiden, we schaffen das niet. De Nederlandse accountancy heeft moord en brand geblerd. Niemand heeft naar geluisterd, hè? Maar los daarvan, het werd zo ingewikkeld, jongen. Allemaal softwarejongens en ik zat ook in de software in die dagen. Ik heb het moeten programmeren. Ja... Wat denk je dat dat gekost heeft? Maar ja, kennelijk betalen we graag voor idioterie. Het, het kan gewoon niet gek genoeg zijn. Huh, ze stond ik laatst in de krant, dat waren een paar jaar terug. Daar waren we bezig in de Centraal Afrikaanse Republiek om de zuidgrenzen van Europa te verdedigen. In de. Centraal Afrikaanse Republiek. Daar waren Nederlanders bezig om de zuidgrens van Europa te verdedigen. Ja, maar Peri, dat stond in de krant, en uh, in de krant staat wel meer. Ik schenk even een kopje thee in, terwijl ik huil. Ik kan wel janken. <laughs> dus of je nou gaat stemmen of niet, maar in godsnaam stem niet op de SP, want die is voor de vaccinatieplicht dwang. Dat vind ik misdadig. Als je SP stemt, dan ja, vind ik dat je niet meer op verjaardagen mag komen. En dat je een tatoeage moet hebben op je voorhoofd, want ik ben een misdadiger. Ik ben ervoor uh, dat... Uh, ja, dat mensen worden verplicht worden ingespoten met middelen die niet getest zijn. Slecht getest zijn. Beperkt getest zijn. En ik weet ook niet wat de gevolgen daarvan zijn, maar het interesseert me helemaal niks. Ik ben ervoor dat mensen verplicht worden ingespoten met middelen die niet goed getest zijn. Ik ben een misdadiger. Een tatoeage op je voorhoofd. Klaar. Dat geldt ook voor mensen die stemmen op de VVD. Die partijen in elk geval niet. En ik zou zeggen PVV of de FVD. GroenLinks is totaal doorgeslagen, idioterie. D66 is ook idioterie, want die mensen hebben geen verstand van dingen als CO2 en zeespiegelstijging... Gewoon nul verstand. En dat loopt dan een beetje te brullen: van we moeten dit en we moeten dat en we moeten helemaal geen zak, lieve mensen. We moeten ophouden met onzin te verkondigen op de radio en op de tv. En de kranten die hobbelen maar een beetje mee. Er is geen probleem met CO2 namelijk. Ja, er is een beetje weinig CO2, maar. Het zou een beetje hoger kunnen. En de zeespiegelstijging, ja, nou, die is er. Ja. In Zandvoort, sinds dat ik geboren ben. Bij Zandvoort, bij onze Noordzeekust, daar wordt sinds een jaartje of honderd de hoogte van de zeespiegel gemeten. Dan moet je er ook een beetje voorzichtig mee zijn, want de bodem daalt ook nog of stijgt. De bodem ja, die lijkt wel heel stabiel, maar dat is hij niet. Die gaat ook een beetje op en neer. Maar zo ongeveer kan je stellen dat sinds dat ik geboren ben, is de zeespiegel voor onze kust met 10 centimeter gestegen. In een periode van 50 jaar. Nou, als je dat extrapoleert, dan is het over de komende 50 jaar weer 10 centimeter. Nou, er is niks aan de hand. Dus. Als je nu Rijswaterstaat gaat bellen, zeggen we: Nou, de verwachting is over de komende 50 jaar. komt er 10 centimeter zeespiegelstijging. Is het niet tijd om de dijken te gaan verhogen? Dan lachen ze je uit. Daar heb helemaal geen reden voor. Natuurlijk niet. Maak je daar maar helemaal geen zorgen. En gaan we het leukst doen 23 mei. Of maak van het stemmen echt een leuk uitje. Ga dan aflopen ga je lekker een uh, falafeltje eten bij uh, Cleopatra. Met een colaatje erbij. Of een spaatje blauw. Goede saus hebben ze daar bij Cleopatra hier in Arnhem. Neem je kinderen mee. Oh papa, ga je tracteren? Ja kind. Want uh, papa heeft uh, 436 euro bespaard deze maand. Dat gaat papa niet meer betalen aan die onzin. Want papa heeft geluisterd naar ingenieur. Ik ben ingenieur, hè? landbouwkundig ingenieur. Mijn twee afstudeerrichtingen waren milieuhygiëne. en die andere was informatica. Dus ik weet enigszins van uh, hoe het zit met 0 en 1. Lulkoek en zinvolle tekst. En de EU is Lulkoek. Hey, reuze bedankt voor het luisteren. Ik stel het erg op prijs. Dat wel. En ik hoop dat de EU, je nou, haalt misschien niet morgen op, misschien niet overmorgen, maar ik hoop wel dat hij ophoudt. Ja? Nou, dankjewel <laughs> voor het luisteren. En op zijn hamburgers zeg ik tjus en dag lieverds.